Welkom allemaal bij de 12e aflevering alweer van de Polygon Seahorse podcast. We gaan met deze aflevering eigenlijk een nieuw conceptje starten, op de kant genoemd. Hierbij een aflevering zonder ons voltallige panel, maar hebben we een gast in onze podcastaflevering. In dit geval twee gasten, zijn de Florian Simons en Sanne Volja. Alle twee gepassioneerde duikers, technische duikers en de founders en de bezielers van Ocean Below. Hallo, welkom Florian, welkom Sanne, hoi. Hoi, welkom. Ja, ik zou willen voorstellen dat jullie jezelf ook eens even voorstellen. Ja. Sanne, ladies first. Ladies first. Mijn naam is Sanne. Zoals u al vernoemd heeft, ben ik gepassioneerd duiker. Misschien een beetje verslaafd zelf. Samen met Florian zijn wij vooral heel veel op de baan ook voor te exploreren. Als werk ben ik tatoeur. Vandaar een beetje mijn creatieve achtergrond. En dat is het zo'n beetje. Ik denk dat ik het woord nu aan Florian ga laten. Ja, ik ben... dus Florian, voilà. Ik ben ook lichtjes verslaafd aan het duiken. Professioneel. Normaal een bar uitbater of een horeca-uitbater. En een beetje professioneel bezig ook met duiken, dus het lesgeven bij instructeur bij Innerspace Explorers. En inderdaad, we zijn samen heel veel op pad op zoek naar nieuwe duikspotten. En eigenlijk, ja, dat is een beetje ook waar al onze creativiteit en onze babbels en onze ideetjes broeien. En voilà, zo zijn wij veel samen op pad. Ik word twee keer bijna verslaafd. Ik zie ook op jouw Facebook, Florian, de quote staan, do it with passion or not at all. Ik denk dat dat dan inderdaad een zeer toepasselijke quote is, hè? In jouw geval, maar ook zeker in Sanne haar geval. Hè? Jullie zijn gestart met Ocean Below, een kledingmerk, als ik het zo mag zeggen, waar dat, de nadruk ligt op de oceanen. Maar er zit een heel verhaal achter, had ik begrepen. Hè. Er zit echt een doelstelling bij, waar dat, mensen, dat jullie proberen op die manier een beetje bewustwording bij mensen willen teweeg brengen. Vertel eens wat meer over wat zat er eigenlijk, wat was de intentie om daarmee te starten? Florian? Of dan het is eigenlijk, ja, eigenlijk is het ook een beetje COVID-gewijs verder ontwikkeld. Eigenlijk waren we daar al een beetje over aan het praten. Want als duikers komen we onder water, zien we zaken die de gewone mensen niet zien. Zien we ook de vervuiling onder water, zien we de vervuiling aan de duikkanten, het natuurleven dat verstoord wordt. Dus we zijn daar... Constant wordt dat in ons gezicht geduwd. Hè. We kunnen dat niet ontkennen. Dus er was al een idee. Zoals Sanne al zelf zei, het grafische als tattooartiest is er ook. En dan zijn we zo beginnen praten. En eigenlijk door de COVID, onze twee businessen zijn alle twee eigenlijk gesloten. Hadden we ook meer tijd. Ja. Meer tijd om erover te praten en om eigenlijk echt aan de slag te gaan. En het idee inderdaad is exact eigenlijk in de lot, hè. In lot Frankrijk, dat was echt de doorzet van kom, let's do it. Oké, ja. En wat is exact het doel dat jullie daar achter zagen? Jullie hebben Ocean Below, de naam waarschijnlijk ook heel doelbewust gekozen daarover. Wat willen jullie bereiken eigenlijk? Ik denk dat we sowieso meerdere dingen willen bereiken, maar de hoofdfocus ligt echt wel bij mensen wat meer gewaar maken van de problemen dat er zijn. Als ik dan bijvoorbeeld kijk vanuit mijn persoonlijk standpunt, ik ben niet de meest groene persoon altijd geweest, maar Ocean Below heeft mij wel eigenlijk geleerd om dingen op een andere manier te bekijken en eigenlijk naar kleine zaken te kijken wat dat je kunt veranderen. Om iets ecologischer in het leven te gaan staan. En dat vind ik zo tof, dat we eigenlijk door Ocean Below zelf dingen bijleren. Zelfeducatie, ja. En eigenlijk daarnaast andere mensen ook die dingen kunnen aanbrengen. Van kijk, er zijn effectief problemen. Wat kun je zelf in huis veranderen
om eigenlijk iets ecologischer te gaan leven. Hoe kunnen we een stukje teruggeven? Ja. En kledij is iets, allez, een leuke pull of een leuke t-shirt, mag mooi zijn, mag kwalitatief zijn, maar als daar en plus nog een keer goed is, als je weet van karma geweest en ik ben hier eigenlijk al een stukje iets beter aan het doen dan het normale, en het is nog leuk en het is nog mooi, dat is een win-win in onze ogen. Oké, je moet iets meer betalen dan de standaard goedkoopste t-shirt op de hoek van de straat, maar ja, dat werkt ook niet. Het fairtrade aspect, het ecologisch aspect, het no plastic proces om echte product te maken tot bij de koper te krijgen en heel dat proces plastic free te krijgen. Ja, dat kan niet. Dat kan niet goedkoop. Maar dus de mensen moet je overtuigen van, kijk, het allergoedkoopste, dat is niet het beste. Dat kan niet meer blijven duren op die manier. Maar om dat commercieel nog te verkopen, dan moeten we ook kwaliteit hebben, dan moeten we leuke designs hebben. Het moet tof zijn. Het moet, kan goed zijn en niet leuk zijn, dat werkt ook niet. Dus je moet proberen iets in de middelweg, iets commercieel te kunnen vinden. Ja. En, dus eigenlijk voilà. Hebben jullie... En op een gegeven moment hebben jullie inderdaad van de nood een deugd gemaakt met dan te zeggen, oké, we zitten hier nu alle twee toch thuis in de COVID-situatie, we kunnen onze job niet uitoefenen. En toch kan jij dan jouw creativiteit erin kwijt. En anderzijds, Florian, kan jij jouw ondernemerszin daar ook in laten botvieren een stuk. De keuze van de textiel dat jullie gedaan hebben, is dat ook bewust gedaan in functie van sustainability? Ja. Onze textielkeuze is... Hoe moet ik het zeggen? Wij werken eigenlijk samen met een producent dat ons verschillende labels kan garanderen. Bijvoorbeeld, wij hebben het label Fairwear. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk 100% zeker kunnen zeggen dat de werknemers dat de gewerkt hebben aan onze producten eerlijk betaald worden. Dus geen kinderarbeid, gezonde werkomstandigheden. Daarnaast kunnen wij ook het label dragen dat wij organische katoen gebruiken. Wat is het verschil tussen organische katoen en gewone katoen? Voornamelijk ook dat er weer geen chemische producten gebruikt worden en het weer beter is voor het milieu. Daarnaast, welk label hebben wij nog? Vegan kunnen wij ook garanderen. Less water use, wat ik ook een heel mooie vind. Onze inkten zijn ook op waterbasis en veganistisch. Dus dat vind ik wel heel mooi om te kunnen zeggen van kijk, producten die we gebruiken zijn volledig, volledig ecologisch. Van start-up tot packaging eigenlijk. Ja, met misschien, als we echt eerlijk moeten zijn, bijvoorbeeld die pull dat ik aan heb, dat staat ook op onze website vermeld. Ja. Ja, daar zit bijvoorbeeld 15% polyester in, vlieseke. Dat is niet 100%, dat zou nog beter kunnen. We zijn ook aan het evolueren. Ja. Maar die polyester is ook wel al gerecycleerde polyester. Oh. Het zou nog altijd best zijn van geen polyester te gebruiken, dat weten we. Maar we zijn ook nog aan het zoeken naar nog betere producten. Ja. Het is onze eerste batch, dus we moeten zelf ook nog blijven evolueren. Ja, tuurlijk. Ik ga er dan vanuit, jullie hebben een bepaald doel voorop gesteld van we willen een stuk uiteraard in eerste plaats uit de kosten komen met het project. Daar gaat ook een deel naar een goed doel, of hoe zien jullie dat juist? Ja, het is eigenlijk de bedoeling, toekomstgericht, nu is dat absoluut nog niet winstgevend. We hopen misschien binnen 3 batchen, dus eigenlijk per seizoen, break-even te proberen te geraken. En eigenlijk daarna zou het heel leuk zijn om, als er een winst is, om daarmee eigenlijk zaken te kunnen gaan organiseren die één plezant zijn voor ons. Hè. We gaan dat niet ontkennen als duikers, maar bijvoorbeeld clean-ups gaan doen. Of ik zeg nu maar iets, samen gaan werken met een shop in het buitenland om koraal terug in kaart te brengen, of dit of dat. Dat wij onze skills en ons plezier kunnen ook een beetje gaan sponsoren of gaan op die manier een puzzel gaan maken die eigenlijk ook weer teruggeeft, maar aan alles samenbrengt. Hè. Dus, uiteindelijk, ik denk dat dit... Ik denk dat het uiteindelijk een zeer nobel idee was.
uiteindelijk zitten we allemaal met de oceaan in ons hart. We zijn duikers. En we zien uiteindelijk ook wat er gebeurt een dag van vandaag met koralen en met de onderwaterwereld in het algemeen. Het gaat niet de goede richting uit. Ik denk dat we die bewustmaking die jullie proberen op deze manier te doen, hè, want jullie schrijven ook op jullie website en vooral via social media zijn jullie zeer actief bezig via Instagram met bewustmaking van mensen, wat dat plastic in onze maatschappij, in onze samenleving teweeg brengt in onze oceanen. Van waar halen jullie die resources? Werken jullie samen met wetenschappelijke organisaties? Hebben jullie daar contacten mee? Momenteel nog niet, maar met dat je dat zegt, vind ik dat eigenlijk wel heel interessant. Ik denk dat we hier ook wel weer mee verder kunnen. Bedankt voor de tip. Maar wat ik wel doe is... ja, ben dit. Ik ben veel in contact met andere Instagram-profielen van andere non-profit organisaties die rond dezelfde thema's werken. Dus mijn informatie haal ik heel veel van die forums eigenlijk af. En die zijn uiteraard wel wetenschappelijk ondersteund. Dus de info dat gedeeld wordt op onze socials, kunnen we wel met zekerheid zeggen van dit zijn cijfers, dat kloppen. Werken we samen face-to-face met zo'n organisatie? Momenteel niet, maar zoals u al zei, lijkt me wel interessant eigenlijk. Ja. Om hierop eens verder te gaan brainstormen. Ja. Misschien op termijn een vast goed tool of partner. Maar nou ja, we moeten ook, dat is niet zo gemakkelijk, denk ik, om herkend daarin te worden. En we zijn ook nog zo klein. Ja. Ja. Dus wanneer als er zijn jullie aan het luisteren is, als er organisaties zijn. Voilà, een warme oproep. Ik denk sowieso, in de duikwereld wordt er al heel wat van die initiatieven genomen natuurlijk. Ik denk dat we die nu op één hand kunnen tellen op deze moment, van initiatieven die dan onze oceaan willen beschermen, of toch de bewustmaking rond bescherming van de oceanen, dat kunnen we niet op één hand tellen. Maar ik denk dat we ook wel elk initiatief dat er wordt genomen, hoe klein ook, moeten aanmoedigen. En dat is ook de reden waarom dat wij vanuit onze podcast dat ook wel best wel interessant vonden om jullie een platform te geven, om daar wat meer ruchtbaarheid aan te geven. Voelen jullie in laten we ons even gewoon België noemen, België-Nederland, voelen jullie dat daar dat er beweging komt rond jullie project? Ja, ik denk eigenlijk van wel. Dat er toch wel meer awareness is. En het wordt ook iets hipper, het onderwerp. Wat dat niet slecht is. Ja? Want om een grote beweging te creëren, moet je ook mensen die dat eigenlijk niet zo zwaar interesseren, overtuigen. En als het hipper wordt, en het is niet meer alternatief of raar bekeken om over ecologie te spreken, dan is dat eigenlijk een goede beweging. Ik vind dat alleen maar... Dat gaat de juiste richting in. Het veel hypes die niet goed zijn voor de ecologie. Dus als dat nu een beetje cooler wordt om met een product rond te lopen dat goed is, dan is dat een goede beweging. En we zien werken wel dat dat in die richting gaat. Hè. We merken ook als we van die blogpost maken over bijvoorbeeld, laatst was er eentje over microplastics en over de aanwezigheid van plastic in make-up, dat we heel veel reactie kregen van mensen van dit wisten wij niet. Dat ze echt gechoqueerd waren en dat ze het heel interessant vonden om die manier eigenlijk bij te leren. Dus dat is wel tof om te zien dat er dan weer positieve reactie op komt. Het is vaak inderdaad ook het... Ja, en dit is ook het shock-effect vaak met rond bepaalde topics, dat mensen plotseling ogen open doen. Hè? En als je daar inderdaad een product zoals dat jullie nu hebben, kan aan koppelen om die awareness te kunnen genereren of creëren, dan denk ik dat we de goede weg ingeslagen zijn. Hè? Jullie collectie is vrij breed. Hè? Je hebt verschillende designs. Wat bieden jullie zo allemaal aan? Momenteel voornamelijk t-shirts, sweatshirts, crewnecks, dat zijn hoodies, dat is een crewneck. Mutsen hebben we nu ook gelanceerd. Met de winter vonden we dat wel een top item. Zeker ook voor de duikers aan de waterkant. Ik gebruik hem massa's veel. Kom uit water, uw haar is nog nat. Muts erover en we zijn weer warm om verder te gaan. Naar toekomst toe denk ik dat we misschien ook wel wat verder gaan werken op die gadgets. Maar daar zijn we nog mee bezig. Gadgets voor aan de waterkant, voor als je op wandel bent, voor in de natuur, denk ik,
Maar daar moeten we nog even over brainstormen ook. En kijken wat of hoe. Het is heel moeilijk eigenlijk om ook gadgets te vinden dat volledig ecologisch zijn. Dus wat je zegt inderdaad, het is niet makkelijk om gadgets te vinden die, die plasticvrij zijn. Werken jullie met een jullie, je zegt al van een vaste partner om de textiel aan te leveren. Is dat op afroep dat jullie laten aanmaken? Of moeten jullie echt ook stok in huis nemen? Want dat maakt natuurlijk ook wel, als je zo'n project wil starten, dat dat een bepaalde bottleneck kan vormen. Hè? Dus hoe pakken jullie dat aan? Het is inderdaad voor ons wel niet haalbaar om een enorm grote stok aan te slaan. Wat dat we daaraan interessant vinden, is dat we eigenlijk onder de noemer van slow fashion kunnen werken. Dus op die manier eigenlijk produceren we een product van zodra dat de koper zegt, ik wil dat product. Dus we hebben eigenlijk geen verlies. Er gaat geen overproductie zijn. En dat doet onze fashion-industrie alleen maar te goed, want momenteel is er een overbod aan fast fashion en heel veel waste op die manier ook. En dat redt ons ook een beetje van ons probleem met een enorme stapelstok. Ja. Klopt. Ik denk dat dat inderdaad ook in het concept perfect past. Hè. Uiteindelijk de overproductie die er op dit moment is, wordt op deze moment met slow fashion toch wel behoorlijk gereduceerd dan. Hè. En het is voor jullie uiteindelijk een win-win situatie op dit moment. Je hebt eigenlijk geen investering te doen wat dat betreft. En toch kan je je producten aan gaan bieden. Hè. De designs. Sanne, dat is uw kant. Vertel eens inspiratie. Wat is er zo allemaal van designs op dit moment uit uw creatieve brein gelopen? Inspiratie halen we vooral. Ja. Duiken, filmpjes online, beelden, Instagram, noem maar op. Ja, ik vind het eigenlijk een moeilijke. Ik denk dat dat eerder een spontaan proces is, om het zo te zeggen. Wij hebben wel wat gesproken over wat dat we graag naar buiten willen brengen als een zeeleven. Maar er is niet echt concreet gezegd van dit en dit moet er zijn. Dus het was eerder ik dat voor mijn tablet ging zitten en laat maar vloeien. Ik denk naar de volgende collectie dat er wel misschien een paar designs zullen komen met wat meer een focus op een problematiek dat er zal zijn. Dus bijvoorbeeld een focus op plastic waste. Dat we op die manier een design wat meer daarnaar kunnen sturen. Maar momenteel is het gewoon vrij loop. Ja. Ja, en eventueel zelfs collaborations. Hè? Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Wat ik wel interessant vind om je bent tattoo-artiest. Zit er iets van uw stijl vanuit uw tattoo-creaties verwerkt in de designs van Ocean Below? Ja, 100%. Ja. Ik denk mensen die mij kennen als Sannevolia tattoo-artiest zullen wel echt mijn hand erin herkennen. Ja. Dus eigenlijk, hier ziet het. Ja. Het is strakke lijnen, one-line design. En dat vind je zeker ook terug in mijn werk. Ja. Mooi. Ja. Well, ik heb op hem ook een tattoo gezet. Oké. Okay. Dus daar is het ook een beetje begonnen. Voilà. Ja, mijn allereerste. Uw allereerste. Mijn allereerste tattoo is... Dan geef ik u nu al mee dat het niet de laatste zal zijn. Iedereen zegt dat, maar we zijn ondertussen toch al... Een jaar verder. En ik ben super blij met die tattoo, maar het is zodanig perfect dat... Ja, een beetje aandringen nog, Sanne, maar daar komt... En ze moet ook een canvas hebben om haar designs op te proberen. Hè. Ja, voilà. Dat vind ik goed gezegd. Ja, nog volgende collectie. Volgende collectie. Een groot canvas. Mama, sorry, mama. Och, kijk. Het is wel leuk dat je inderdaad hetgeen wat je in je professionele leven doet, op die manier ook kan gaan doortrekken naar een project dat... Een bepaald doel achter zit en dat je op die manier toch binnen de COVID-periode toch je tijd toch nog nuttig kunt invullen. Hè? Want jullie zijn bezig met Ocean Below. De COVID thuis zitten is natuurlijk niet leuk in jullie situatie, maar het creëert wel heel wat mogelijkheden om te gaan
gaan duiken. Hè. Zijn er projecten waar jullie op dit moment zeer actief in bezig zijn? Ik zie jullie heel vaak in de mijnen zitten. Of zijn er dingen die dan nog niet mogen openbaar gemaakt worden? Om het zeggen. We zijn redelijk open met wat dat we doen. We zijn, de exploratiepolitiek in België is momenteel een beetje een gesloten wereld, een voorzichtige wereld, wat dat ergens ook normaal is, want veel plaatsen zijn moeilijk te bereiken of mocht je niet helemaal niet zijn. We proberen dat ook wel een beetje te doorprikken en we proberen eigenlijk die community ook een beetje meer te laten terug openbloeien, wat dat niet gemakkelijk is. Ja. Projecten zelf waarmee dat we bezig zijn, we zijn eigenlijk nog maar een jaar bezig. Hè. We zijn vooral locaties aan het zoeken en aan het afgaan en aan het afgaan en aan het afgaan. En vooral nog onze data te checken. We zijn eigenlijk nog op zoek naar onze Holy Grail. Ja, we hebben eigenlijk wel al een tof projectje, maar... Ja, maar het is over de grens. De grens. Yes. Frankrijk momenteel is... En met, kijk, we gingen vertrekken. Volgend weekend gingen we 2 dagen gaan, maar de 27e is het alweer. Is gedaan, over en out, hè. Dus, zijn we weg? Voilà, inderdaad. Alles inpakken en nu vertrekken. Ja. Of toch tenminste na de opname van de podcast dan. Inderdaad. Gisteren het nieuws dat de grenzen, of althans de niet-essentiële reizen, niet meer kunnen. Dat is een spijtige zaak voor duikers in het algemeen. Ja. Hè. Hebben jullie ambitie om met jullie project Ocean Below ook verder te gaan dan België en Nederland? Ik vermoed dat jullie ook wel focussen op Nederland op dit moment. Is er ambitie? Zeker. Ja. We zijn nu een beetje aan het kijken naar een aantal ambassadeurs in de duikcommunity. We zijn daarmee aan het spreken hoe dat we elkaar kunnen helpen. En momenteel nog binnen Europa, ja. Europa, ja. Klein Europa. Hè. En van daaruit willen zien hoe dat die samenwerking gaat verlopen. Misschien zelfs collabs. En dan beetje per beetje uitbreiden. Maar het probleem is, als je internationaal wil gaan, bijvoorbeeld, we hebben wel connecties in Mexico, die zou ook zeggen, tof, we willen samenwerking, maar dan heb je het postingprobleem. En één ecologisch posting voor één stuk en die prijs daarvoor, dan moeten we nog zien hoe dat we dat gaan doen. Dus momenteel blijven we daar nog met onze handen af. En dus we vinden misschien wel een weg in die richting. Ja. Maar klopt inderdaad. Traag. Eerst hier rondom. Ja. Nee, dat is inderdaad wat je gezegd is niet helemaal waar. Hè. Uiteindelijk het gaan samenwerken met iets aan de andere kant van de wereld. Als je daar geen lokale productie hebt, dan komen er plotseling wel wat andere elementen bij die daar niet passen in het ecologische verhaal dat jullie uiteindelijk daarmee willen gaan vertellen. Dus, maar wel leuk dat er interesse is en dat mensen inderdaad wel willen meewerken. Dus dat geeft alleen maar mogelijkheden naar de toekomst toe, zeker en vast. Ik denk sowieso vanuit de Polygon Seahorse denk ik dat wij dat gaan blijven mee ondersteunen. Ik vind een heel leuk concept daarin. Uiteindelijk, hetgeen wat wij ook proberen te doen met de podcast is enerzijds duikers te inspireren, maar mensen die nog niet in aanraking zijn geweest met duiken of misschien erover nadenken om te gaan leren duiken, toch ook een inspiratiebron te kunnen zijn. En dan denk je dat dit er gewoon 100% mee in past en dat dat gewoon een onderdeel moet zijn in het duiker worden of in het duiker zijn. Dus, dank wel. Ja, tof om te Ik had ook begrepen dat er nog een leuke giveaway is van jullie kant uit voor onze kijkers/luisteraars van de podcast. Er was een vraag. Hè. De vraag was hoeveel zuurstof of hoeveel percentage is de oceaan verantwoordelijk voor de zuurstof die wij als mens nodig hebben om te kunnen leven? Dat is de vraag. En die zou bij jullie terug te vinden moeten zijn op jullie Instagram ergens. Dus nu is de uitdaging voor de giveaway om te gaan zoeken naar het juiste antwoord. De moment dat wij deze podcast hebben gepost op social media, dan kan er gestart worden met de zoektocht. Zowel langs onze kant als de kant van Ocean Below zal daar worden een melding van gemaakt op onze social media. Voilà. En dan is de vraag nog, wat is de giveaway, wat dat kan er gewonnen worden?
Een waardebon of een waardecode, alleen een hoe zeggen we dat? Een Giftcode, Een ja. giftcode. Een giftcode van Van 50% 5% korting. korting Voilà. op de bestelling. Alright. Florian, Sanne, heel hartelijk bedankt voor aanwezig te willen zijn in deze podcast. Ik wens jullie nog gigantisch veel succes in het ondernemen en nog heel veel moed in deze periode dat jullie professionele bezigheden niet kunnen uitoefenen. Maar ik zou zeggen, gebruik de tijd om dan voluit te gaan voor Ocean Below, want het is een prachtig project. Dank je wel. Dank je wel. Dank je Heel wel, graag Glenn. gedaan. Merci voor de Heel graag uitnodiging. gedaan. Dank je wel dat Ja, we hier mochten en we zijn. zien elkaar zeker eens aan de Put van Eekeren of eender waar. We gaan elkaar nog eens spreken. Graag. Goed. Salutjes, hè. Top. Super. Ciao, Salutjes. ciao. Ciao.